Hele goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik ga vandaag even aankondigen met mijn nieuwe challenge. Vandaag begint, 30 dagen lang ga ik weer even vloggen. En daarnaast probeer ik via 5 keer naar de sportschool te gaan met Nessie. Nessie is echt blij dat ik dit heb aangekondigd, want anders zou ik naar de sportschool gaan. Ik ga stuk. Ik heb truitje aan van Concrete Fashion van Laas. Ik heb daar een sportlegging onder van Puma en schoenen van Puma. En wij gaan nu even samen naar de garage, want mijn auto is daar nog. Ik heb nog steeds niet ontbeten, en ze wel. En daarna heb ik eigenlijk nog geen planning. Volgens mij gaan we daarna gewoon gelijk sporten. Dus dan begin ik vandaag gewoon gelijk goed met mijn dag. Wij zijn nu bij de garage en er is iemand een onderdeel besteld. En die is hij dus nu aan het brengen, want we mogen mijn auto vandaag nog niet meenemen. En als hij dan weer... Ik denk dat ik hem misschien morgen kan ophalen. Ik zou dan echt heel erg blij zijn. Want ik had vandaag dus wel een paar afspraken. Maar die gaan helaas niet door. Want ja, ik kon daar gewoon niet komen. Nu trouwens Dior op mijn lippen. Ik heb de lipstick niet mee. Anders liet ik het jullie wel zien. Maar het was eigenlijk een matte. Maar er zit nog wel glans in. Die glans gaat niet weg. Oh. Wat? Wat wil je? What are you doing? Ploffen. Leuk hem, hè? Wat is er aan de hand? Ik zeg gaat lekker. Oh, moeten we wachten? Dat weet ik toch niet? Oh, ik denk niet dat we die auto gelijk kunnen meenemen. Dat weet ik niet. Ja. Even kijken. Oké. We zijn nog niet ontbeten en Nessie wel. En wij gaan nu even samen lunchen. En Nessie doet altijd alsof hij geen honger heeft. Ik kan van lelijk uit, hè. Honger hebt. Ja, alsof je geen trek hebt na het ontbijt. Maar hebt? Zo... Waarom is er een T achter die hebt? Je hebt. Jij hebt, toch? Je hebt geen Nederlands les gehad, zeker in België. Je hebt geen trek. Ja, jij hebt geen trek, met een T erachter. Of jij hebt geen trek. In ieder geval, je hebt 2 uur geleden heb jij ontbeten. Je hebt nu toch wel trek? Ja, als jij gaat eten, ga ik waarschijnlijk wel mee eten. Ja, maar... zie je. Kijk, als je echt geen trek had... Maar wat ga je eten dan? Ga je niet heen, hè? Wat ga je eten dan? Nou, ik wil ergens vergeten waar je ook echt gewoon lekker kan zitten. Oh. Wat is dat voor accent eigenlijk? Geen idee. Wij zijn nu bij een Turk. En Turk. Ik heb van Sarah Ezen hebben hier ook echt zo'n heel uitgebreid ontbijt. Ziet er wel goed uit. Ja, die ontbijt is er. Heb ik nooit gehad hier, hè? Kijk hoe lekker het broodje van Nessie eruit ziet. Kia. Lekker hoor, Ness. Eet smakelijk. En dit is mijn eten. Eindelijk een keer wat anders dan een grillgerecht. Lekker. We hebben lekker gegeten. We hebben nu een theetje. En toen kregen we dus dit van de zaak. Oh my god. Nessie meer gaat hiervan genieten. Lekker? Ja. Oh. Mm. Lekker? Mm. Oh my god. Mm. Wij zijn net thuis. We hebben lekker eten meegenomen wat er over was gebleven. Dan hoef ik vandaag tenminste niet te koken en ik heb nog eten van gisteren over, dus top! Ga maar zitten voor je vlog. Doe normaal. Ik heb net nieuwe haarproducten binnengekregen die ik had besteld. Ik weet niet of ze goed zijn, maar ik dacht, ik bestel even een paar dingen en kijk of ze goed zijn of niet. En anders moet ik echt even op zoek gaan naar nieuwe haarproducten, want... Ja, dit werkt niet zoals je ziet. Ik wou vannacht mijn haar los doen, maar het was echt zo lelijk. Ik heb ook gelijk nieuw shampoo gekocht. Speciaal voor krullen en zonder parfum en dat soort dingen. Trouwens, toen ik net bij de kruidvat was, heb ik deze klassieke gekocht. Parfum van Giorgio Beverly Hills. En deze is echt fucking sterk. Zo, echt zo'n Arabische geur vind ik zelf. Maar die doet me dus echt denken aan vroeger. Ik heb me even omgekleed. Dus ik heb een andere shirt aangetrokken boven mijn sportlegging. En ik ga weer voor het eerst sporten. Yay! Tomboy. Tomboy! Ja, hij kwam me op de kop geven dat ik zogenaamd een shirt van hem had gepakt. Die ik niet aan mocht doen met sporten. Maar dat is gewoon mijn shirt. Dat is gewoon mijn shirt. Dat is Tomboy. Stoere Tomboy dat je bent. Ja. Zo, ik heb best wel lekker gesport eigenlijk. Was wel echt kapot daarna en toen ben ik gewoon gelijk gaan douchen en ik kom net uit de douche. Ik ga me snel even omkleden en dan ga ik even mijn eten opwarmen en gelijk de vlog editen voor vandaag, want ik loop achter met vlogs editen. En ik hoop dat ik even aan één stuk door ga editen, dat ik dan een week voorloop met
editen. En ik me daar niet dagelijks druk om hoef te maken. Dus dat is een beetje de planning. Ik vind mijn haar zo vast eigenlijk. Best wel leuk. Ik ga het zeg maar ook niet meer zo plat vastmaken met een knotje. Want ik heb dus gemerkt dat mijn haar daar echt lelijk op wordt. Vooral als ik het los ga doen. Hier wordt het dan veel platter. Dus dat ga ik niet meer doen. Ik ga het alleen nog maar zo vast doen. Zodat mijn krullen wel even mooi blijven als ik het een keer weer los wil doen. Anders gaat het niet werken. Ik heb trouwens net deze even mijn haar gespoeld. Hè? Mijn pony ziet er wel wat beter uit dan net. Maar ik wil het graag even op schoon haar uitproberen. Want dit is de derde dag dat ik mijn haar nog niet heb gewassen. Dus ik wil het eigenlijk vandaag wassen en dan al die producten even uitproberen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik zei dat ik ging editen, maar lag hier een stapeltje papieren. En die wil ik wel eerst even afhandelen. Want we liepen een beetje achter met papierwerk en zo. Dus dat heb ik net gedaan. En nu ziet het er allemaal netjes uit. Ik moet echt ook een beetje mapjes en zo gaan kopen voor onze papierwerk. Want zo gaat het natuurlijk ook helemaal niet werken. Ik ga nu even snel mijn eten opwarmen. Die ik in een bak heb meegenomen. Hij lijkt een beetje op jou. Hij lijkt een beetje op jou, die Nari. De laatste tijd krijg je heel veel straf, hè. Beetje stout. Ben niet zo lief voor je zus meer. Lekker ding. Dit is mijn avondeten, niet heel speciaal, maar ik heb een salade gemaakt met komkommer en tomaatjes, olijfolie, zout, peper, citroen. En wat we dus net hebben gegeten bij het Turks etentje en ik heb het nog van gisteren. Ik wou dus gisteren eigenlijk asperges eten, maar toen kwam ik daar en toen zag ik dit ernaast. Dus gewoon broccoli met asperges. Ik weet niet, het heeft volgens mij wel een speciale naam, maar ik kom er even niet op, maar dit is zo fucking lekker. Ik ben gewoon precies op tijd klaar met editen. Het is nu 8 uur en hij is gewoon net live. Oh, inmiddels is het alweer 9 uur. Het is al vet donker buiten. Maar ik heb lekker doorgeëdit. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik heb nu 3 video's geëdit. En nu ga ik even een pauze nemen. En ga ik even een koffietje zetten. Ik heb helaas geen pure chocola, maar had ik echt heel veel zin in. En daarna ga ik even lekker Netflix kijken. Kijk mijn schatjes. Hi Dinari. Mijn andere schatje is hier. Hi baby. Oké. Ik moet echt opstaan, want ik moet even de lichten aandoen in huis. Het is opeens heel snel donker geworden. En opeens is het heel erg donker binnen. De lichten die jullie nu zien, komt gewoon echt letterlijk van mijn laptop af. Zo, gelijk even kaarsjes gepakt uit de schuur. Want die ga ik ook even allemaal aansteken. Ik heb altijd standaard zo'n grote voor in de keuken. En als ik heb gekookt, dan doe ik deze altijd aan. Ik denk dat mijn favo kleur oranje is voor in de keuken. Omdat er veel geur afkomt. Niet deze dus, oranje. En voor in de woonkamer deze gewoon vanille. Oh, dat vind ik echt zo relaxed. Lekker overal kaarsjes aangedaan. Heerlijk. Nu even melk aan mijn katjes geven. Oh mijn god, ik heb gewoon een laatste stuk pure chocola gevonden. En koffie voor mij. Oké, ik ben nu naar Jersey Shore aan het kijken, want er was echt niks op Netflix. En ik kijk nu naar de nieuwste aflevering, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet meer zo leuk als vroeger. En ik wil echt heel erg graag weer dat Sammy meedoet aan Jersey Shore. Ik zou het echt zo tof vinden. Oh, Nessie heeft me net gebeld. Hij is onderweg naar huis. Hij zal denk ik met Max 5 minuten thuis. Dus ik ben even het eten aan het opwarmen voor hem. Want hij had heel erg veel trek. Ik had gisteren pasta gemaakt met kip pesto. Vroeger, toen we nog aan het daten waren, aten we heel vaak bij Julia's pasta. En er waren 2 pasta's echt mijn favoriet daar. Dat was de kip pesto. En die maak ik nu precies na. Die is echt zo lekker. En ze hadden nog een pasta. En ik weet niet of ze die nog steeds verkopen. Maar die was met Sam. En die was ook zo fucking lekker. Dat doet me altijd aan denken als ik deze weer maak. Want ik maak deze eigenlijk nooit voor mezelf. Alleen voor Nessie. Als hij een keer zin heeft in een andere pasta. Maak ik het echt speciaal voor hem. Maar dat doet me echt denken aan die oude tijden, man. Weet je hoe lang ik trouwens niet bij Julia's pasta heb gegeten? Ik denk ook echt dat je die alleen maar eet als je met de trein of zo reist. Weet je wel? Als er dan op station een Julia's pasta is, dat je daar gaat eten. Want ja, je hebt in de stad of zo nooit in Julia's pasta. Zo, pasta voor Nessie is klaar. Waar ga je zitten? Oh, ga wel gewoon in de woonkamer zitten. Lekker. Hi,
Dennis. Hey. Hi. Hoe is het ermee? Goed met jou? Ja, lekker. Ja? Lekker bezig geweest? Ja, lekker werk, hè? Een beetje.